Het Nederlandse team, om daar even op terug te blikken, won 4 gouden medailles, 2 zilveren medailles en 1 bronzen medaille. Nu, Kevin, ik weet niet of je daar een mening over kan of wil vormen, want jullie hebben natuurlijk met jullie winkel, denk ik, ook een speciale band met Noaline van Leuven. En er is natuurlijk wat gebeurd op die Europe Cup, Ja. waar Noaline van Leuven natuurlijk op de eerste rij zit, wat dat betreft. Kan jij daar iets over vertellen? Ja, kijk, het is van beide kanten wat te zeggen, weet je. Ik ben een, ja, het is een moeilijk onderwerp voor ons allemaal, denk ik, en ook voor haar. Ik wil u Ja, zij zeker niet in vindt... een vervelende positie zetten, Nee, hè? zeker niet, zeker niet. Kijk, als ik haar was momenteel, had ik niet de World Cup gegooid eigenlijk. Dan had ik naar huis gegaan. Weet je, De Europe als je Cup, daar, inderdaad. ja, als je daar niet gewenst bent en de rest wil je ook weg hebben, ja, dan had ik ook niet die laatste cup gegooid. Maar ja, dan zet je er ook weer wel tegenover natuurlijk, weet je. Je maakt ook een beetje een soort statement daarna van dat je er ook niet mee eens bent. Maar ja, het is ook lastig voor haar momenteel. Er wordt zoveel in een korte periode alles naar naartoe geworpen, Ja, maar laten we geroepen. eventjes voor de duidelijkheid, voor de mensen die het niet hebben meegekregen, er is een ledenvergadering geweest, hè? En daarin is gestemd om transgenders, transvrouwen, om die te weren van de damestoernooi. En dan hebben het merendeel heeft voorgestemd. Dus dat zou betekenen dat Ja. Noaline van Leuven niet meer welkom zou zijn, inderdaad. Nee. Ja. Ja, Ja, dat is heb je haar ja. toevallig ook al gesproken of nog niet? Nee, nog niet. Ik heb het even laten rusten, inderdaad. En ja, weet je, er werd zoveel haat naar haar naartoe geroepen en zo. En ik vond dat wel jammer, want zij hield zich altijd aan de regels in principe. En ja, nu zijn die regels veranderd, dan lijkt het wat er gaat gebeuren, inderdaad. Maar ja, Nu, ik weet nu. niet, ik weet ook niet wat ze daar gaat doen nu. Ik weet het nog niet. Nu, om toch ook nog even iets anders te kaderen, want er wordt altijd heel vaak naar Noaline van Leuven gekeken, wat eigenlijk een beetje onterecht is, want op het vorige WDF-WK, vorig jaar op Lakeside, was er ook een Ja. transgender die meedeed, Victoria Monaghan. Dus die gaat ook last ondervinden van die regel die nu is ingevoerd. Ja, Ja, klopt inderdaad. we gaan Van Leuven op het PDC-WK zien, neem ik aan. Niet op het WDF-WK waar ze voor geplaatst is. Daar is zij dan wel voor geplaatst. En die Monaghan, spreek je het uit? Die is daar niet voor geplaatst. Dus het treft wel echt Van Leuven nu op korte termijn natuurlijk. Maar goed, gelukkig heeft ze voor haar dan heeft zich voor het toernooi in Ellipelli geplaatst. Dan zal ze daar lekker gaan meedoen. Tenminste, heeft Ja. ze heeft zich nog niet geplaatst, maar dat gaat er wel aan komen natuurlijk, Het zit toch? wel in de goede richting, inderdaad. Ja, Ja, zeker. dat Zit heel erg in de goede ben ik wel richting. benieuwd eigenlijk. Niet heel veel mensen willen de loten, denk ik ook hoor. Nee, ik denk dat het geen lekkere loting is in de eerste ronde, hoe ze af en toe staat te spelen, inderdaad. Dan zag je Ja. ook al bij de World Matchplay van de dames dat er veel druk op haar kwam, hè? Dat Ja. Maar wat ik zeg, alles echt te was in zien. zo'n korte periode. Het Ja. begon eigenlijk allemaal, het is heel krom. Het begon allemaal dat ze die challenge toe won eigenlijk. Hè. Daar begon alles mee. Ja. Die ze En dat is zelfs nog gewoon. een toernooi waar ze Ja. gewoon altijd aan mag meedoen natuurlijk. Ja, precies, precies. Dat Ik is het hele vrees aardige. voor Noaline wel een beetje. Ik hoop dat ik verkeerd ben. Maar ze was denk ik al onder de indruk van de omstandigheden in Blackpool, in de Winter Gardens, waar ze Ja. haar normale niveau niet haalde. En ik denk dat dat in Ellipelli nog eens maal twee, maal drie, maal vier gaat zijn qua sfeer, qua indrukken. Ik vond ze heel bedeesd op het podium komen. Dat ze niet goed wist hoe dat ze moest omgaan met de situatie. En ik vrees dat dat in Ellipelli nog zo eens meer uitvergroot gaat zijn, vrees ik. Ja, en de pers eromheen, die is gewoon 10 keer zo erg als in Blackpool natuurlijk. Denk je van ook de pers, die er niet eens heel veel met darten mee te maken hebben, maar van die hele community natuurlijk. Het is, als ik haar was, zou ik ook een paar dagen ervoor aanwezig zijn in plaats van 1 dag of 2 dagen. Want je weet gewoon dat je heel veel pers voor je kiezen krijgt nu. Ja. Ja, in Blackpool gingen ze denk ik niet helemaal lekker mee om, aangezien ze 2 jaar op rij niet echt het niveau haalden, maar... Ja, ik vrees er wel een beetje voor ook in Londen. Ja, je vader begeleidt Michael. Begeleidt hij haar ook een beetje met tips en ja, hoe zij dit aan moet gaan pakken? Ja, ze hebben wel over gesproken dat ze toen de Pro Tour even moest gooien. Toen zaten ze aan die tafel ook. En ja, ze hebben natuurlijk allebei gewoon een zegje erover gedaan. Hoe hun ermee om zouden gaan. Maar ja, iedereen is natuurlijk anders, weet je. Niet iedereen denkt als mijn vader en Michael bijvoorbeeld. En misschien maar beter ook. Maar ja, en ja, het is natuurlijk... Ja, je gaat... Je moet er zelf mee omgaan natuurlijk. En je kan Ja. tips krijgen van wie je wil, maar je hebt zelf een groepje waar je wat van aanneemt. En ja, wat je ermee doet, dat is de tweede. En ja, Noah gaat het met haar eigen manier, ja,
ergens mee om. Daar moet ze het mee doen, denk ik dan. Ze heeft op sociale media gereageerd met een middelvinger naar het hele gebeuren toe. Dus hopelijk kan ze ook zoiets doen met die mindset naar Ali Pelli trekken. Het is te Ja, hopen. ja. Ja, Ja, ze wil het gewoon gooien, dat is het eigenlijk, weet je ja, wel. Ze dat wil is gewoon het, hè. 30. Ja, ik heb nog nooit iemand meegemaakt waar het zo moeilijk voor wordt gemaakt om Ja. dat te.